Recording. Goedemorgen Daan, het is woensdag 22 oktober en ik heb een interessante tijd achter de rug. Ik heb een aantal dingen meegemaakt, dan wel aan de hand gehad en ik denk dat ik ze maar in oplopende vorm aan je presenteer. Ergens halverwege de week heb ik mijn hand verbrand tijdens het koken, waardoor ik nu een stukje vel kwijt ben van mijn vinger. Nou, op zich is dat niet zo heel bijzonder, maar het is wel weer een van de dingen. Daarnaast heb ik afgelopen week een bacteriële infectie gehad aan de luchtwegen. Dat betekent veel hoesten en niet slapen. Ik had het dinsdag op de woensdag al heel slecht geslapen, maar wist niet zo goed waarom. En was vaak wakker geworden, maar ben op woensdag toch gewoon naar mijn werk gegaan en heb gewoon een dag gewerkt. Van woensdag op donderdag heb ik heel slecht geslapen, echt bijna niet. Heb besloten om wel naar mijn werk te gaan. Ik was super brak uiteraard, maar ja, ik had slecht geslapen, dus ik denk, nee, dat ligt daaraan. Maar tegen het eind van de dag, ik kon me niet meer concentreren, ik was licht in mijn hoofd en de kamer was aan het draaien en het ging niet zo goed. 'S Avonds werd het eigenlijk alleen maar erger en erger. En toch maar even de temperatuur opgenomen. Nou ja, daar bleek dat ik inderdaad inmiddels een flinke koorts had. Vandaar dat ik de volgende ochtend, vrijdagochtend, gekozen heb om toch nog eventjes naar de huisarts te gaan. Just in case. You never know. Dat was er nog niet over. Ik had weer heel slecht geslapen of eigenlijk niet geslapen. En die wist mij dus te vertellen dat ik zeer waarschijnlijk een bacteriële infectie had aan mijn luchtwegen. Dus, antibiotica kuurtje en thuis blijven. Maar goed, daar ben ik nu overheen. Gelukkig. Dat is achter de rug. Maar dan heb ik het laatste nog niet en het ergste nog niet verteld van afgelopen week. Afgelopen dinsdag is bij mij op mijn werk een van mijn collega's die daar pas werkte, tijdens het werk onwel geworden en overleden. Hij klaagde over pijn in zijn nek. Hij had het op een gegeven moment over dat hij het benauwd kreeg. Ging een beetje voorover hangen. Wilde zijn trui uitdoen. Viel op de grond. En dat was het. De ambulance was er met een minuut of 10. Die zagen vrij snel dat het dusdanig ernstig was dat ze direct een traumahelikopter hebben gebeld, brandweer hebben laten komen en de politie hebben laten komen. De brandweer voor het transport van mijn collega door het raam naar buiten, want ze konden niet via de trap, daar was de trap te krap voor. Dus dat was een beetje mijn week. Ja, bijzonder. Ik kan er weinig over zeggen. Dat is ook wel een beetje de reden waarom deze presentatie wat somberder is, zal ik maar zeggen. Ik had niet heel veel zin, zoals je kunt begrijpen, om daar heel veel energie in te steken. Mede omdat ik ook zelf eigenlijk geen energie had, omdat ik ziek was. Dus vandaar. Hopelijk hebben we volgende keer een leuker gesprek. Maar tot die tijd zie ik jou volgende week.